Maar soms kan een deel van mij nog steeds niet geloven dat ik degene ben die met je mag trouwen. Ik voel me echt de gelukkigste persoon op aarde bij de gedachte dat van alle mannen in Spakenburg jij juist mij hebt uitgekozen. Jij, Gijsbert van de groep, bent mijn kikker die in een prins veranderen. Ik ben ontzettend trots op wie je bent en dat ik jou straks mijn man mag noemen. Ons leven samen gaat vanaf vandaag pas echt beginnen. En ik kijk ernaar uit om dit pad samen met jou te mogen lopen. Ik hou van jou, forever and ever. Hoi! Oh, God, ziet er prachtig uit, Dave. Hoi! Toch geen blauw pak? Nee. God, jongen, jongen. Prachtig uit, hè, maar. Hartstikke. Kijk eens, een cadeautje oh, voor je. Heel mooi, dankjewel. Achterliefde. Van de groep. Verklaar je aan te nemen tot je wettige echtgenote Elisabeth Aartje de Jong. En beloof je trouw alle verplichtingen te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Elisabeth Aartje de Jong, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik nu dat het huwelijk tussen Gijsbert van de groep en Elisabeth Aartje de Jong wettelijk is voltrokken. U mag kussen! En mensen, ik kan jullie verklappen. Hij had ook al vanaf het moment dat hij haar voor het eerst zag zijn zinnen gezet op Lisanne. Nou kerel, we hebben geen idee hoe je het gedaan hebt, maar het is een geluk, vriend. Een meisje van je dromen zit in een witte jurk naast je vandaag. Wij snappen het ook niet hoe je het gedaan hebt. De Vader der Barmhartigheid, verbinden jullie met zuivere liefde en trouw, vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Amen. Donder schoutmaat. Ja. Allemaal goed. Zo. Ja, middels Gijsbert. Nou, lieve Lisanne, wie had dat gedacht dat jij als eerst van ons drie hier nou zou gaan staan? Jullie zijn zo gek op elkaar, dat is zo leuk om te zien.